Dit is het boek Een Valk voor Berend, met de hoofdpersoon Berend. Hij en zijn zusje Mechtelt wonen in kasteel Voorden. Zijn vader is baas van kasteel Voorden en Hekvoort. Zijn broer Hendrik is dit jaar voor het eerst schildknaap. Om dat te vieren houdt zijn vader een groot ridderstoernooi voor alle ridders uit de buurt. Als de roofridders van Wildenborg toeslaan, laat Berend zien dat grote jongens ook heel stoer kunnen zijn. Dit boek is geschreven door Martine Letterie met tekeningen van Rick de Haas.